naam is Jamie van der Haar, ik ben 23 jaar. Ik zit in de opleiding CV-ketels. Dan zijn we bijna mee klaar, dus binnenkort lekker ketels hangen bij de meisjes. Mijn rol binnen de CV-ketels is ervoor zorgen dat ik goed werk lever. Ervoor zorgen dat de klant warm water heeft en een warm huis. De opleiding duurt in totaal ongeveer 3 maanden. Er wordt eigenlijk gemixt dat je eigenlijk binnen 3 maanden gewoon jouw volledige CV-ketel diploma kan halen. Rust kan je redden, zeggen ze bij ons. Het inzicht wat je moet hebben moet heel rustgevend zijn. Als jij te veel stress gaat hebben tijdens je werk, gaan de buizen te kort worden, gaan de buizen te lang worden, gaat het allemaal niet passen. Zorg ervoor dat je vrolijk bent, want als jij vrolijk bent, is de klant ook gelijk automatisch vrolijk. Zorg ervoor dat je aan je afspraken houdt. En ik vind het altijd fijn wanneer ik bij een tevreden klant wegga. Ik heb vroeger op de middelbare school een pakketkeuze gehad. En daar heb ik ook voor techniek gekozen. Ik ben daarna via een vriend ben ik hier gekomen. Die werkt hier al bij Hoppenbrouwers. Toen heeft hij mij eigenlijk verteld dat ze hier kansen aanbieden voor een volledige opleiding binnen Hoppenbrouwers. En die heb ik aangenomen. De kaart van Europa pakken met een dagpijl ergens in gooien en dan daar gewoon naartoe rijden. Het is allemaal niet langer dan 12 uur rijden, dus binnen 24 uur kan je weer terug zijn. Ik hou ervan dat mijn collega's ook echt goede vrienden nou van mij zijn. Ik kan lachen met hun, ik kan ze ook alles vertellen en wanneer het niet goed gaat, kan ik het aangeven en dan zorgen we ervoor dat het voor mij een stuk makkelijker wordt die dag. En afspraken zijn afspraken. Als jij ook iets met je collega afspreekt, morgenochtend zijn we om 7 uur op de zaak. Zorg er ook dat je dan om 5 of 7 aanwezig bent. Ik ga voor koud douchen, want als ik nou koud moet douchen, ik kan mijn eigen cv-ketel nou installeren, dus ik kan hem gewoon warm zetten. Altijd een extra dumbbell meeschouwen in mijn gereedschapskist. Stiekem werken is harder werken dan iedereen doet.